Yes, Timmies, goeie avond. Leuk dat jullie er zijn. We hebben een hele leuke week achter de rug. Samen met ongeveer 30 mensen uit ons team zijn we deze week naar Amerika gegaan, naar Phoenix, Arizona, waar ook het hoofdgebouw is van IceGenics, uiteraard. We hebben business with pleasure gecombineerd. We hebben niet alleen business gedaan, maar we hebben ook een hele leuke vakantie achter de rug. We hebben samen met het team zeer leuke uitstappen gedaan. We hebben elkaar ook wat beter leren kennen, want uiteraard hebben we heel veel verschillende teams. Wat ook wel leuk is, dat we elkaar wat beter leren kennen. En ook een belangrijke rol zal spelen in de toekomst, uiteraard. Want we hebben heel veel inspiratie opgedaan tijdens het event. En we hebben ook besloten om eigenlijk meer als team te gaan samenwerken en eigenlijk onze krachten te gaan bundelen. Wat een hele grote meerwaarde zal zijn, uiteraard, om iedereen van jullie te helpen groeien in deze business. We zijn ook met een groot team. Ondertussen, ik denk dat ik ondertussen al aan 21.000 mensen zit wereldwijd, waarvan een heel groot deel in België en Nederland verspreid zit. En België en Nederland, België is niet zo vrij groot, maar Nederland is wel vrij groot. En daarom hebben we ook met het team van Nederland besloten om meer te gaan samenwerken en eigenlijk de handen in elkaar te slaan. We hebben een event gehad vrijdagavond en zaterdag, vrijdag en zaterdag. We zijn ook naar het hoofdkantoor geweest van IceGenics. We hebben daar een hele leuke rondleiding gehad. We hebben daar ook natuurlijk de corporate ontmoet. En met de CEO aan tafel gezeten. Dus dat was wel een hele leuke ervaring. Het event zelf was fantastisch. We waren met, ik denk, 3.000 of 4.000 man. Het was een superleuke zaal. En het geeft mij altijd heel veel inspiratie en een enorme boost wanneer dat wij op zo'n event aanwezig zijn. Omdat je dan ook ziet hoe groot eigenlijk IceGenics is. Wetende dat wij nog maar net gestart zijn in Europa. Wij zijn nog maar 6 à 7 jaar bezig. En ja, de mensen van Amerika die al 22 jaar, 23 jaar bezig zijn, die hebben ook ons echt wel heel veel tips en advies gegeven. En ze hebben ons ook eigenlijk een pep talk gegeven van jullie zitten in het begin van deze trein. En binnen enkele jaren gaan jullie zien hoe groot dit gaat worden. Vooral niet opgeven. Vooral blijven meedoen. Stay in the game. Ook al heb je momenten dat jouw business niet supersnel groeit. Het maakt niet uit, jouw tijd gaat ook komen. Als jij blijft doorgaan, nooit opgeeft, ook al heb je wat mindere momenten dat je zegt, qua mindset zit het minder goed, of er zijn een paar dingen in mijn leven gaande, waardoor ik het moeilijker heb om mij te focussen op de business, dat is niet erg, dat is ook normaal. Dingen gebeuren nu eenmaal in het leven. Maar wanneer de tijd rijp is, gaat ook jouw business echt supersterk gaan groeien. En mijn takeaway van dit event is eigenlijk om nooit op te geven, nooit niet te kijken naar anderen en jezelf te gaan vergelijken, maar vooral eerlijk zijn tegenover jezelf en zelf te gaan reflecteren van wat doe ik exact in mijn business? Welke punten zouden er eventueel beter kunnen zijn? Stel dat jij een CEO bent en dat jij jouzelf zou aanwerven als personeelslid, vind jij van jouzelf dat je een echt goede personeelslid bent en dat je echt ook jouw werk uitvoert zoals het zou moeten zijn? En door zelf te gaan reflecteren en eerlijker te zijn tegenover jezelf, ga je ook kunnen groeien in deze business. Want dan ga je zelf ook leren dat je bepaalde dingen misschien beter of anders kan aanpakken. Dus dat is mijn tip. Mijn takeaway van nooit opgeven, blijven doorgaan en voor zelf reflecteren van wat zou ik kunnen veranderen. Ik ga zo dadelijk ook Barbara even aan het woord laten, dan ook Michael even aan het woord laten, Eli ook aan het woord laten. En natuurlijk Le Moment Supreme, Lorana gaat ze biedt ook aan het woord komen. Dat is niet af.
Ze heeft een superleuk voorstel gedaan, die ze zo dadelijk met jullie gaan verkondigen. En we willen haar natuurlijk ook even proficiat wensen, want Loranne heeft gisteren maar liefst 16 mensen opgestart op 1 dag tijd. Ze is ook two-star geworden op 1 dag tijd. En dat terwijl ze op een event zat, dat terwijl eigenlijk in alle chaos bezig waren met de event. En uursverschil. En 9 uur verschil is, dus alleen een dikke proficiat sowieso. En het is een hele grote meerwaarde dat zij in ons team zit en ook samen met ons de handen in elkaar wil slaan. Dus blijf zeker aanwezig op de call. We gaan het even het woord geven aan Barbara. Hey team, ik weet niet waar te beginnen, want ik sta echt nog helemaal in vuur en vlam van deze week. Voor mij was dat dus mijn derde event bij IsaGenix. Dus zoals jullie weten of nog niet weten, 2 jaar geleden startte ik met dit nieuw avontuur, totaal onbekend terrein. En heel snel, eigenlijk na enkele weken, vroeg Michael al, ga je mee naar Celebration? En ik zo van, wow, zou ik dat wel doen? Ik kende niemand, ik wist nog niet hoe of wat. Bepaalde mensen zeiden van, let op Babs, want dat is een sekte, hij gaat ontvoerd worden. Echt waar. En toch heb ik gezegd van, nee. Ik heb vertrouwen in Michael, ik ga mee en ik ben naar Celebration gegaan. En daar is mijn wereld helemaal open gegaan. Daar heb ik het echt gevoeld wat de mogelijkheden zijn met dit. En het bewijs is dat het echt kan, want nu 2 jaar later, ja, jullie weten ook, we staan in het leaderboard van Europa. Ik ook, ik had dat nooit kunnen dromen. Ben niet enkel financieel onafhankelijk geworden, maar ook mentaal, spiritueel ben ik helemaal vrij. En door nu deze week terug hier op Celebration te zitten, is dat nogmaals een bevestiging dat ik de juiste keuze heb gemaakt. Want ik zie dan ook andere verhalen, ik hoor andere verhalen op het podium. Gisteren heeft er iemand afgesloten met het event, een zekere Kelly. Kelly, was haar naam? Dikkerhof. Ja, dat is een rare naam, Dikkerhof. Maar bon, zij startte ook een tiental jaar geleden met dit. Ook totaal onbekend terrein. Zij wou enkel €500 extra om haar dochter naar de balletles, naar de klassieke ballet, naar de school te kunnen sturen. En nu staat ze gewoon in de top 3 income-earners van de wereld. Dat wil dus zeggen, meer dan 1 miljoen per jaar verdient die vrouw. Dat is zo zot, maar het kan echt allemaal. En mijn takeaway is van babbel over deze opportuniteit, over dit geschenk dat wij hebben. Tegen iedereen moet je daar tegen babbelen. Echt waar. Niet vooroordelen en zeggen van ja, dat is niets voor haar, niets voor hem of dit. Echt waar. Spreek daarover tegen iedereen. Als je nog niet weet van hoe je dit moet gaan aanpakken, hoe je dit concept, deze business gaat uitleggen, wij zijn er om jullie dan te helpen met een three-way call of een echte afspraak te maken met die mensen. Maar spreek over deze opportuniteit. Want echt waar, er lopen nog crazy Michaels rond, crazy Lorannes rond. Dus je moet er maar een paar vinden en je business ontploft. Echt waar. Dus ja, je ziet wel, ik sta nog een uur aan vlam. Ik ga een beetje proberen af te koelen en het woord te laten aan onze Mikey. Dag! Team, als je die mensen hoort, zullen ze enthousiast worden, zeker? Hè? Allee, ik zelf achter 8 jaar word al super enthousiast als ik mijn team bezig hoor. Ja, a lot of takeaways. Maar ik ga er 4 opzommen, by your permission. Eerst en vooral, je hebt misschien al zien passeren in de groepen, maar vanaf 1 oktober doen we IceaBody in een nieuw jasje voor 3 maanden. Dus geen 16 weken, maar 12 weken. Dus oktober, november, december. Het is een globalized body, mensen. Dus ik zou jullie ja, inspireren, admireren om te zijn. Leading by example, be the product of the product. Ga zelf mede met de IceaBody. Het maakt niet uit. Misschien zijn er een perfect shape. Het kan met collagen zijn, het kan zelfs met cellen. Het hoeft niet met nutrition te zijn. Het is natuurlijk altijd wel een meerwaarde. Maar alsjeblieft, doe mee vanaf 1 oktober met de Globalized Body Challenge. $100 als je meedoet, altijd leuk. Je kan meedoen voor de grand prize. Dat zijn de prijzen nog leuker. Zet je mensen ook op die IceaBody, ja? De tip die ik misschien nu al kan meegeven is te zetten. Ik heb iemand die wil starten, iemand nieuw. Hé. Vandaag is er nog alleen nog een paar uur voor jullie, de 10% promo. Ik zou die onmiddellijk al met 3 pakketten lid maken. Dus in feite oktober, november, december. En maak er misschien op die manier een consultant van. Dus je hebt Tamara bovenaan met een pack. Een tweede pack voor Tamara, maar dan schrijf je maar de mama in. Een derde pack voor Tamara, maar dan schrijf je misschien de zuster in. En op die manier ga je toch vrij snel in dat kwartaal, in dat laatste kwartaal, consultants maken. Dus dan naar IceaBody.
Second, brandpartners. Ja, voor veel mensen onbekend, onbemind. Maar toch wel, ja, toch wel een extra. Mensen zijn, ik heb al influencers, mensen die sterk zijn op social media. Facebook, Instagram. Je hoeft niet actief te zijn. Ze kunnen een link doorsturen en ze krijgen een aantal percentages op sales. Ja, de percentage gaat van 20%, wat wij nu ook al hebben als de associate, van 20 tot 30%. Dus in feite, hoe meer de brandpartners verkopen, hoe hoger de sales zijn. Ze kunnen ook consultants maken. Ze doen niet mee in het compensatieplan. Dus niet voor het BV's. Maar ja, ze krijgen wel een mooie bonus als ze sales doen. Morning. Waar zat ik? Drie. Icebody Brand Partners zat ik. Ah, de teambuildersbonus, ja. Ik zit zelf nog altijd in het FAB, in het Field Advisory Board voor Europa met IsoGenix. En ze hebben gezegd van, kijk Michael, we gaan nog meer investeren naar teambuildersbonus. Ja, je weet, de vier levels diep, als je een aantal mensen enthousiasmeert, herbestelling, bestelling, krijg je dan een extra bonussen. Ben heel content, want wat zien we met de teambuildersbonus na nu 7 maanden? Dat meer mensen geld krijgen. Hè. Voordien hadden we LIA, was het een beetje beperkt. De Happy Few die wat geld kregen. Maar met die teambuildersbonus krijgen meer mensen het geld. Wat dat superleuk is. De reizen gaan ook nog meer gebaseerd zijn op LIA. Er komen leuke reizen aan 2025. Ik ga nog niet verklappen wat, maar er komen zelfs twee reizen aan. Europa en Global. Ook gebaseerd op die teambuildersbonus. Ja. Dus Icebody, Brand Partners. Teambuilders bonus, last but not least, je hebt het misschien al zien passeren, mensen in de groepen. Volgend jaar het event Global Celebration is van 7 tot 10 augustus. Ja, opnieuw uiteraard in Amerika, Denver, Colorado. Tickets zijn nu nog in pre-sale, early bird. Mensen, alsjeblieft, koop je ticket. Make it happy. Ik kan nu al gaan kijken om vroeg hotels te boeken aan lower prices. Misschien moet ik gaan kijken naar mijn Hans Team. Een villa afsturen, dat kan ook. Maar het zou super zijn. Dominique zei het net, we waren hier met ons team België niet aan het snelle mannetje, vrouwtje of dertig, maar het zou super zijn om dat te gaan, ja, verdubbelen, vertrippelen, verkwadruppelen volgend jaar op het event, want dan ga je even enthousiast zijn als die mensen. Eli, it's up to you. Yes. Ja, heel hard geïnspireerd. Ah ja, oké. Okay. Dit is een event waar dat je, als je hier aanwezig bent, zijn je echt wel gemotiveerd. Voor mij was het vooral, ik werkte meestal achter de schermen mee met Laurent, niet altijd even actief. Maar na van het weekend ben ik daar al grotendeels veranderingen in brengen. Ook mensen buiten mijn comfortzone gewoon over aanspreken. Mensen die passeren aanspreken. Het voorbeeld genomen van Dominique. In een Uber stappen, daar de chauffeur over aanspreken, over beginnen. En een taxi genomen, ook gedaan. En dan zie je wel dat die mensen toch, ook al zitten ze heel dicht bij IsoGenix, omdat IsoGenix American-based is, maar die toch wel meer kennis zouden moeten van hebben, ook niet altijd op de hoogte zijn. Dus wij denken van, iedereen weet, iedereen kent dat. Het is moeilijk om daar toch wel nog andere mensen van te overtuigen. Maar als je ziet hoe groot dat de opportuniteit is, zelfs hier, dat we toch nog veel meer mensen kunnen bereiken. En dat is echt wel de moeite. Nu voor mij, hey, wat heb ik meegenomen? Of wat ga ik meenemen? Voor mij is het deel van Tristan heel hard blijven hangen. Wat dat het daaruit leert, wat dat het doet, de motivatie. Ook naar zelfreflectie, voor de spiegel staan, eigen motivatie, onder bewustzijn aanspreken. En toch wel duidelijke afspraken maken met je eigen, je doelen voor ogen houden en er blijven voor gaan. Niet zomaar denken van ik ga dat doen en dergelijke veel zeggen. Maar zolang dat je het niet noteert en niet effectief inplant, komt het er ook niet van. En dat is iets dat bij mij heel hard is blijven hangen. Waarbij dat ik echt wel zoiets heb van, nu maken we er werk van. Ik heb met mijn vrouw ook al de afspraak gemaakt van, ik wil dingen doen. Dat wordt niet meer gezegd. Dus ik ga dingen doen en ook effectief uitvoeren. Dat is voor mij een hele belangrijke. En ik ga het nu ook overgeven aan mijn vrouwke. Zij gaat verder meegeven en gaat ook wat meer informatie delen met jullie. My turn. Ik zit ja, een Duracell-konijntje, zei mijn man daarnet. Maar dat is ook echt. Ik heb 6 jaar lang deze business gedaan bij een ander bedrijf. En ik heb hier zo ogen getrokken. Zo'n ogen in die zin van: hoe kan dat? Hoe kan dat dat ik deze niet eerder heb gedaan? Hoe kan dat dat zoveel mensen IsoGenix nog niet kennen in België en Nederland? Dus ik heb tegen Dominique en Barbara ook gezegd van, hey, en Michael ook van, kom aan, wij moeten echt als één team, like soldaten binnendrom in Europa en zeggen van, hey, this is it, this is IsoGenix, dit is wat jouw leven kan veranderen. En als ik kijk voor mezelf, ik heb hier nu op die paar dagen tijd ontzettend veel pakketten verkocht, dat klopt. Maar waarom? Omdat mensen mij enthousiasme kennen, omdat mensen mij enthousiasme zien en omdat ze zien hoe dat mijn leven compleet is veranderd op zo'n korte tijd. Dominique, wat zeg je aan het doen? Hij is hier van alle knopjes aan het induwen.
Ik heb zelf een mega resultaat doorstaan op heel korte tijd. En ik wil gewoon andere mensen gaan inspireren. Ik heb gisteren een video gemaakt voor de mensen die het niet gezien hebben. Ik wil het straks gerust in de groep zetten. Niet een video waar dat ik uitleg hoe de samenstelling is of hoe dan de producten allemaal zijn werk doen, maar de uitleg over hoe dat mijn leven als persoon is veranderd. En daarmee heb ik 16 of 17 pakketten verkocht. Niet om het feit van, ja, en eiwitten en proteïne en dit en dat, want ik heb zelf naar Dominique vanmorgen nog gestuurd, hey Dominique, hoe komt dat eigenlijk dat ik zoveel spieren heb? Want wat is er zo anders? Mensen starten op omwille van jouw enthousiasme. En nu deel ik die enthousiasme van kijk, we hebben een 90 dagen challenge die aankomt. Doe mee met ons. Doe gewoon mee. 6 jaar lang trek ik en sleur ik en smeek ik naar mijn beide ouders om mee te doen. Vanmorgen hebben zowel mijn ouders als die van Eli gezegd van kom maar, weet je wat? Die 90 dagen, wij doen mee. Dus ik weet, ja. Dus ik ben daar mega trots op. Gewoon omdat, ja, shock them with results. Laat het zien dat het werkt. Laat het zien welke resultaten dat wij al behaald hebben. Want als ik dat kan, als jij dat kan, kan iedereen dat. En wat neem ik mee van hier ook in Celebration, is dat we zoveel opportuniteiten hebben, zoveel kansen hebben. En dat iedereen die daar op podium heeft gestaan dit weekend, is ooit ook van nul moeten beginnen. Dus waarom zou jij die persoon niet kunnen zijn volgend jaar? Waarom zou jij niet volgend jaar met een beker naar huis mogen gaan, met een trofee naar huis mogen gaan? Dus wat wil ik doen? Ik wil, ja, Europa gewoon veroveren. Nee, ik wil laten zien die een stempel zetten van This is Isagenix. En ik weet dat we dat alleen maar samen kunnen doen. Want ik kan heel veel toeters en bellen doen, maar als we allemaal toeters en bellen doen, ja, dan kun je niet anders dan het horen en het zien. Dus heb ik gezegd van kijk, laten we samen gewoon door Europa heen trekken. Laten we evenementen samen organiseren, verschillende pick-up points doen en daar zijn nu deze week daar een tasting, volgende week daar, volgende week daar, dat mensen kunnen zien wat wij in petto hebben om deze maand nog ook zoveel mogelijk mensen in te schrijven voor de challenge en de rest van het jaar nog meer mensen gelukkig te maken met ons concept. Dus laat eens horen in de chat. Hey, ik wil die in een chat zien ontploffen. Nee, je weet, ik hou van energie. Ik weet dat bij jullie al avond is, maar laat eens horen, zien jullie daar zitten om samen met mij, samen met Dominique, met iedereen dat hier samen zit, om samen rond te trekken in Europa, om mensen gewoon ons verhaal te laten vertellen, mensen te laten tasting doen, te proeven en vooral te laten voelen wat Isagenix voor hun kan betekenen. Ik zie hier woep woep, yes yes. Wij hebben gisteren een agenda al samengelegd, hè, want ja. We zijn op restaurant geweest. Ik heb letterlijk mijn cursusblok erbij genomen en gezegd: Dominique, kom aan, actieplan. We vliegen erin, hè. We gaan de eerste datum al bekendmaken. Ja, zeg maar. Ja, 22 september. Ik kan even checken dat ik de juiste Ja, datum. zondag 24. Ja, zondag 22 september doen we de eerste tasting. De locatie volgt nog, want natuurlijk konden we gisteren geen locatie vastleggen, want het was nacht bij jullie. Maar we moeten echt onszelf die een datum al vastleggen, om onszelf echt die een druk te hebben van come on, we are in this together. En ik kijk er zo hard naar uit. Om mensen echt ons verhaal te kunnen doen, wat de mogelijkheden zijn, want je kunt je gezondheid aanpassen, je kunt je lichamelijk aanpassen, je kunt financieel sterker en beter worden. Mijn relatie is beter geworden, mijn relatie als mama naar mijn kinderen toe. Dus kom aan, zoveel mensen die ja, hulp kunnen gebruiken met wat dat wij te bieden hebben, hè. Ja, en dat is eigenlijk iets wat we meegekregen hebben van Canada. Zij organiseren eigenlijk om de 2 weken een tasting op een locatie. En dan 3 keer per 6 maanden organiseren zij eigenlijk een groot event, een business event. Waarbij dat je dan mensen eigenlijk de business gaat gaan voorstellen en dat je eigenlijk een klein partietje eraan koppelt. Dus dat is ons doel. We gaan eigenlijk België en Nederland aflopen. We gaan regio per regio aflopen. Dus we gaan starten nu deze keer in het regio Gentse ergens. Dan gaan we regio West-Vlaanderen doen, regio Antwerpen. Ondertussen zijn we ook bezig met het team van Nederland om daar ook tastings te gaan doen. Martijn zit momenteel op het vliegtuig onderweg naar Nederland, maar hij is gym-owner. Hij wil ook een tasting geven in zijn gym op regelmatige basis. We gaan ook kijken naar het noorden van Nederland, tastings te gaan geven, want daar zijn ook nieuwe businesspartners opgestart. En dat is uiteindelijk wat dat we willen doen. Limburg ook, Limburg hè? ook, geen probleem, Sowieso. Katrien. Limburg zeker aan vast. België is ook regio Limburg.
Dus we gaan eigenlijk echt wel alle regels willen aflopen. Maar wij gaan het tonen hoe dat het moet, maar we willen jullie het vooral leren hoe dat jullie het ook verder kunnen uitbouwen. Want dat is eigenlijk de kracht, dat jij zelf ook tastings kan gaan leren geven aan jouw team. En dat jij met jouw team en jouw regio's op regelmatige tijdstippen tastings kunt gaan geven. En dat we vooral leren hoe dat je mensen kan uitnodigen naar zo'n tasting. Want zo'n tasting geeft echt veel meer waarde dan een online webinar. Mensen kunnen de producten proeven. Mensen kunnen de producten zien. Mensen kunnen met andere mensen praten over hun resultaten. En als mensen willen instappen, dan stappen die mensen in onder de persoon wie dat die contactpersoon is. Dus als Cassandra jij iemand stuurt naar een tasting die wij geven, dan gaat die persoon achteraf bij jou opstarten. Dus jij mag mensen uitnodigen naar onze tastings. Wij geven de uitleg. Maar de klanten blijven jullie klanten. Dus je kan ofwel zelf aanwezig zijn om jouw klant dan achteraf ook op te starten, of gewoon contact houden met jouw klant om die nadien te kunnen inschrijven. Dus dat is de bedoeling, dat we meer werk gaan maken van echte live events. Dat we misschien wel een keer de Carré kunnen afhuren en daar een mega business event gekoppeld met een party kunnen organiseren. Dus dat is eigenlijk de bedoeling dat we bestaande klanten uitnodigen naar die tastings, dat we nieuwe mensen uitnodigen naar die tastings en dat we zo stap voor stap eigenlijk meer interactie gaan creëren met onze klanten. Wij gaan ons veel meer gaan focussen op de ISA Body. De ISA Body is geen 3 keer in het jaar, maar 4 keer in het jaar. Ze duurt geen 4 maanden, maar 3 maanden. Normaal gezien was het zo dat er één winnaar per jaar die 5000 euro kon verdienen. Nu zijn er 4 winnaars per jaar, 4 keren 2 winnaars per jaar die 5000 euro kunnen verdienen. Dus per challenge zijn er 2 mensen die 5000 euro kunnen verdienen. Jawel. Of twee. Eén. Ah, en twee die 5000 Dat euro was. Ja. en een paar die 2000 euro. Ja. Dus per challenge van 90 dagen zijn er 2 mensen die 5000 euro gaan winnen en meerdere mensen die 2000 euro gaan winnen. Dus we gaan nog een keer alle slides van de ISO Body Challenge erbij halen en dan nog training Ja, overgeven. dat weet ik. Maar het is eigenlijk, er gaan meer challenges zijn en er gaan ook gewoon meer winnaars zijn. De coupon van vroeger die vervalt. Elke persoon kan nog 1 keer de coupon krijgen. Dus elke persoon die zich inschrijft voor de ISA Body Challenge krijgt nog 1 keer de coupon, maar nadien niet meer. Maar we willen gewoon veel meer ISA Body Challenges doen die elke bepaalde datum gaat starten. Dus de nieuwe ISA Body Challenge start op 1 oktober. Maar dat is dan Dus super, ja. we gaan nog de flyers erbij halen. We moeten nog alles uitzoeken, want het was nog maar net gelanceerd op het event. Dus het is voor ons ook nog even uitzoeken hoe de nieuwe concepten werken. Maar de ISA Body Challenge zal sowieso een begrip worden in de toekomst en gaan we daar veel meer op toe gaan spitsen. Dus bij deze, dit leuk nieuws dat we gaan verkondigen, dat we als team events gaan organiseren, tastings gaan organiseren en dat we jullie gaan leren hoe dat je mensen kan uitnodigen. Uiteraard, probeer zelf altijd aanwezig te zijn met je team. Als je zelf jouw team meebrengt naar tastings en events, ga je zien dat zij de cultuur overnemen om aanwezig te zijn. Voilà. En dat is eigenlijk uiteindelijk de bedoeling. Als jij zelf niet aanwezig bent op Zoom calls of jij zelf niet aanwezig bent op Teams of op tastings, jouw team ziet dat. Jouw team gaat dat kopiëren van jou. Maar als jij elke keer opnieuw aanwezig bent op Zoom calls en het deelt met je team en aanwezig bent op events en tastings, jouw team gaat ook willen aanwezig zijn. Ze gaan het FOMO-effect hebben, want ze gaan zien hoe dat wij ons amuseren, leuke foto's maken, leuke aftermovies maken, leuke verhalen gaan delen en vooral hele mooie transformaties gaan creëren met onze klanten. En dat is het. Doe zelf mee aan die ISA Body. En doe zelf mee aan die tastings. En je gaat zien dat je ook jouw business gaat groeien. Gaan we afsluiten voor vandaag. Wij gaan jullie nog een fijne avond toewensen. Wij gaan nog onze laatste uurtjes in Amerika hier spenderen. En dan pakken wij de vlucht terug naar België. En zien we jullie heel snel terug. Nog eens groetjes vanuit.
Phoenix. Woe! Ciao, bye bye.